wij net aangekomen in ons hotel in Malaga. En we hebben net even op dit bed geploft. Want het is super lekker zacht. En ja, Danielle heeft dit hotel uitgekozen. En dat zie je ook wel. Want het is perfect en luxe en mooi. Goed hè. En het uitzicht is heel mooi. Nou ja, oftewel, we zien wel een stukje zee. We kijken op de zee. Hi, wij gaan zo meteen eten in de stad. Het is nu 9:50. We zijn nogal laat. Ik dacht dat ik voor mezelf laat was, maar... Demi is nog later dan ik. Oh. We zijn nu in de club van La Galerie. €15. TP hebben we ook twee drankjes en visjes. Avondje. Op hakken, avondje, blootvoeten. Toch gedaan? Ja, echt hè. Wij zijn net thuisgekomen van een avondje tapas eten en ja, ergens een drankje doen. Maar we kwamen echt in een plek terecht waar heel veel echt hele jonge mensen waren. Ja, en een kotsende jongen. En een kotsende gast. Ja. Dus, maar is dus geen aanrader voor mensen boven de 20. Is gewoon een no-go. Maar toch wel leuk om 10 minuutjes binnen te kijken. Ja, 10 minuutjes. Moet je een beetje afdwingen, of hoe noem je dat? Ja, op zich met gin tonic was goed. Ja. Maar ja, daar kan je ook niet heel veel doen. Maar was wel heel sterk. Ja, die heb je niet op. Nee. Goedemorgen. Wat? We zijn nu in het hotel. Alles is velvet en roze. Geweldig. En ze hebben een glijbaan. Ik kan niet zo goed met de camera omgaan, merk ik. Wij lopen lekker naar een bakker toe. Ja. Waarvan ik de weg alweer kwijt ben. Maar ik heb net echt iets heel grappigs geregeld. En dat horen jullie morgen dus. Ja, maar mijn lepel wel nog. Ja, dan neem ik jouw lepel wel. Ik moet hem schoon met water. Oh ja, goed idee. Zonder corona, op vakantie. En op strand ligt hij in je handsie. Hier trouwens. Dit is de gang. En hier is nog heel mooi uitzicht.
ik altijd met mijn goede ideeën. De masker zit in mijn mond. Nou. Lord Voldemort is er niks bij. Oh, het is zo erg. Het is echt zo erg. Ik ga je ogen langs. Goedemorgen. Het is vandaag dag nummer 3 in Malaga en wij zijn onderweg naar het ontbijt van het hotel. Mm-hmm. Wij gaan vandaag iets leuks doen, maar... Dat mogen we nu niet zeggen. Nee. Louis. Ja. En is de vlogger. En we mochten ook gewoon champagne drinken. En we hoefden geen masker op vanwege onze make-up. Ja. Dus het is helemaal top. Hi. Wij zijn aangekomen bij La Cabana Beach Club. Yes. En we gaan nu naar binnen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Let's go. Wieu. Vertel ons de weg, Daniel. 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 Op zijn Espanol. Lekker een fruithappie. En Daan? Lekker. Oh, zit wel pit in. Cheers! Vanochtend gaan we het geheim vertellen wat we hebben geregeld om hier als een prinses te behandeld. Wow, ik zie een kleine vogel. Hij is, kijk die daar. Een soort van kleine babymeeuw. Oh, wat schattig. Wat een schattig ding. Ik ga hem denk ik niet filmen. De zandloper. Waar is hij nou? Daar. Hij is net te klein om te filmen, denk ik. Oh ja, we hebben nog wel een beeld. Ja. Oh ja, we hebben hem. We hebben hem in beeld. Jawel. Oh, thank you. Lekker. Goed, tonijn tataki. En is lekker? Wat? Hoe doet zich dat schat? Wat? Heel lekker? Está bien. Está bien. Hi, volgers van Demi. We hebben net gegeten. Tuna tataki en pasta carbonara. Dat was very delicious. En wat ik graag wil delen met jullie is dat het heel mooi is. En dat we optimaal genieten. Super relaxed. En dat we onze ogen uitkijken. Uh-oh. Oh. I don't again. It's for her, no? Yeah, thank you. Hey. Happy birthday. Thank you. Ooh, la la la. Feliz cumpleaños. Felicidades. Thank you. Tart.
rond ding op de taart als deze. Die ga ik proberen. Ik heb echt geen idee wat het is. Wat zou het zijn? Oh. Mooi chocola. Ah. Met chocola. Mm. Nu pas, hoe laat is het eigenlijk? 3:30. For the birds are girl, huh? Yeah. Thank you so much. Wij hebben net lekker fruit gekregen. Mmm. En champagne. Ik zie mezelf niet eens. Nee, het is heel lastig. Hi. Ik kan echt niet vloggen. Maar hier. We zijn nu bij Marbella. Ik ben vandaag jarig. 26 jaar geworden. Nee. Dat was een grapje van Demi. Wat een beetje uit de hand is gelopen. Het is hier heel mooi. De kust van Marbella. En ik ga jullie mee nemen naar de kwal. Slipper, slipper, slipper. Oh, oh, mijn slipper, mijn slipper, mijn slipper. Zo, wij hebben echt een hele lekkere tijd gehad bij La Cabane. En ja, omdat we nu toch in Marbella zijn, dachten we van, we gaan gewoon ook even eens kijken bij de Ocean Club en misschien gewoon uit eten in Marbella. Dus Danielle is nu even een nieuw mondkapje regelen, want die van haar is kapot gegaan. En ik ben aan het wachten op de taxi. En dan gaan we weer door. Ik heb gewoon echt totaal geen idee waar we terechtkomen, maar ben wel heel nieuwsgierig. We zijn net afgezet door de taxi, maar we hebben eigenlijk helemaal geen idee waar we naartoe moeten. Maar het maakt ook helemaal niet uit, er is helemaal niemand hier. De zon schijnt, er zitten vogeltjes in de bomen. Sorry, maar dit is gewoon even zo'n heerlijk vakantiemomentje. En of we daarna komen of niet, het kan me gestolen worden. Het kan me gestolen worden. Nou, dit was Marbella. Ja, we vonden het niet zo super bijzonder eigenlijk. Nee. Maar goed, er is ook wel heel veel nodig eer je ons wil impressen, ja. Natuurlijk. Laten we dat even voorop stellen. We waren wel echt onder indruk vanmiddag. Ja, oké, okay, toen we eraan kwamen waren we echt onder indruk. Het was wel super mooi, dat wel. Ja. Maar ja, weet je, ik had nog wel meer happy people verwacht. Van mensen die. Ja. De gemiddelde leeftijd was hoog, laten we het daar even op houden. Ja, of heel laag. Kinderen. Ja, of heel laag, of heel. Kom je, maar niet ertussenin. Wij waren echt een beetje het gemiddelde, zeg maar. Ja, vond ik je beter. Het was leuk. Het was leuk en dat telt. Dan komt het zo in. Wij zijn weer terug in het hotel van onze dag in Marbella. En ik dacht de holy zee te zijn. En dat ik niet zou verbranden na afgelopen dagen. Dus ik in de zon gelegen. Nou, ik ben zo rood als meneer Knaps. De Knaps is er gewoon helemaal niks bij. Dus ik heb maar even deze jurk aan gedaan. Dat is de enige oplossing voor mijn rood verbrande lichaam. En nu gaan we trouwens ook echt heel erg naar eten.
Maar we gaan bij een sushi restaurant eten in de buurt. Want we zijn moe. Het stinkt hier naar friet. Ja, het ruikt echt naar friet. Of zeg je patat? Nee, friet. Ja. We hadden net nog een super grappig moment. Want op een of andere mysterieuze wijze stond onze airco in de kamer op 12 graden. Dus Danielle zegt, zullen we anders gewoon thuis blijven, want ik heb het koud. Ja, het is logisch. Want buiten is het ruim 15 graden warmer. Nee, ik zei, ik moet mijn joggingpak aan. Oh ja. Want het is fucking koud. Joggingpak aan, ja. Nou. Stond hij op 12 graden. Dag kamertje. Doei. Dus Danielle, waar gaan we naartoe? Ja, La Belle en Juliette. Oké. En dat is hier aan de rechterkant. Oh, ziet er leuk uit, ja. Coronatestje is ook gedaan hier zo. Nu even 5 minuutjes wachten. En dan hopelijk nog even chillen. Ja. Het dak te ras. Lekker, misschien even zwemmen nog. Ja? Nou, met voetjes in het voetjes water. In het water, ja. Want ik ben zo verbrand. Niet te veel. Danielle en ik hebben net afscheid genomen bij Schiphol en ik ben nu weer thuis. En het was echt een superleuke vakantie. Als ik de beelden terugkijk, denk ik ook van, oh, ik heb echt heel veel gelachen. Het was echt heel erg leuk en ik zou het zeker nog een keertje doen. En mocht je nou nog vragen hebben over Malaga of misschien wel Marbella, laat het dan even weten in de comments. Vergeet je niet te abonneren en dan zie ik je de volgende keer.